Goedemiddag, goedemorgen. Het is vandaag zondag. Lekkere chilldag voor ons. We hebben vandaag echt zo goed uitgeslapen. Het was echt gewoon heerlijk. Hoe lang waren wij wakker? 1 uur denk ik. Ja, echt dat ik voor het eerst naar mijn mobiel keek, zeg maar. Echt heerlijk. Wat wil ik zeggen? Mijn koffie is op vandaag. Tenminste, hij was al 2 dagen geleden op. Dus ik heb ook echt 2 dagen thuis geen koffie gehad. Dus we gaan lekker koffie voor mezelf halen. Ik moet even naar de wasserette toe. We gaan lekker koffie voor mezelf halen. Jij wilt toch nog? Waarom doe je nooit mee? Ja, ik ben niet zo mee. Nou, waarom eigenlijk? Je hebt me echt verlaten, hè? Ja, ik weet het. Ik was een tijdje team Mariama. Oh. Ja. That's it. We waren naar de Starbucks gegaan. Toen hadden ze daar geen amandelmelk, want die hadden ze niet geleverd. En nu zijn we tour de Starbucks aan het doen. Ik pissig. En nu zijn we bij de tweede Starbucks. Even kijken of ze die wel hebben. Oh man. Boy. Oh! Are they serious? AUB jongens, is dit gewoon fucking normaal voor de Starbucks? Ik ga hier echt niet staan. Gewoon buiten staan wachten voor... Oh, er komt gewoon echt nog iemand eraan. Oh, dat is gewoon niet normaal. Ja. Alsof het de Efteling is, want ze zijn warm, man. Laat maar, hè. Ze gaan naar huis. Nou guys, we zijn geëindigd met de cappuccino van de McDonald's. Kut Starbucks. En een lekkere koekje erbij. My fave. Kijk guys, dit gebeurt als je zonnepitten eet. In de avond. Heel mooi. Zo. Alles is weer schoon. Even mijn koffie drinken en 90 Day Fiancé kijken. Oh, wij zijn alweer thuis en we hadden echt geen zin om naar de supermarkt te gaan. Dus ik ga even lekker koken. We willen vandaag gewoon even heel simpel eten. Ik heb nog linzen thuis. Ik denk dat ik gewoon even een heel simpele linzensoepje ga maken. Kijk, ik heb nog van die bio linzen thuis. Vermicelli, een uitje. Dus dat gaat wel lukken. Ik maak linzensoep eigenlijk altijd op een andere manier. Ik heb nooit echt een vast recept. Maar voor vandaag heb ik dus rode linzen. 1 ui, die ga ik ook helemaal gebruiken. 1 runderbouillon. Vermicelli. Gemalen koriander. Beetje curry. Ik doe er niet zoveel van, want ik vind het niet zo lekker als de smaak hiervan overheerst. Kurkuma en tomatensaus. Ik heb even de linzen schoon gespoeld. Een hele ui gesneden, die ga ik nu even bakken. Je mag het gewoon lekker grof snijden, want we gaan het straks toch met de staafmixer doorheen. Naanbrood? Ja, hebben we. Kijk, hebben we dit nog thuis. Dit is dus naanbrood met knoflook en koriander. Is echt heel erg lekker. Gewoon echt een heel klein beetje. En als je dat doet, dan moet je echt blijven roeren. Zodat de vermicelli niet aan elkaar plakt. Voor mij lekker rode peper erop. En een beetje peterselie. Kijk eens wat een gezelligheid. Lekker simpel eten. Oh, is het zo goed, ja. Echt, hè? Zo, wij zijn klaar met eten. Ik ga me even snel een beetje opfrissen. Want we gaan vanavond, tenminste we gaan straks, naar Nasreddin show. Ik ben heel erg benieuwd. Nasreddin had vorige week kaartjes voor ons gehaald. En ik heb er echt zin in, maar ik moet hem even wel een beetje opfrissen. Heel de dag zonder de cup gelopen, mijn haar niet eens gedaan. Deze soep was trouwens echt lekker. Het was echt een heel simpele maaltijd van wat we eigenlijk een beetje thuis nog hadden. Dat was zo
zonde om dingen niet te gebruiken die je gewoon thuis hebt. Make-up een soort van klaar. Ik ga even kijken wat ik aan ga doen. Het liefst blijf ik in een joggingpak. Maar ja, goed, dat is niet echt heel erg mooi. Nieuwe trui. Oh, ik vind het echt heel mooi. Het is mooi, hè? Ja. Echt heel mooi. Wat ga ik aan doen? Even kijken. Jij gaat jeans aan doen met een trui, hè? Ja. Dan ga ik ook voor zoiets. Toch maar geen spijkerbroek zoals jullie zien. Ik ben voor deze parfum gegaan vandaag. Coco Chanel. Because I love it. En deze oorbellen. Ik heb even heel snel een heel lelijk knotje gedaan. Ik heb niet zoveel tijd, maar ik heb even deze trui aangedaan. En ik heb van onder heb ik zo'n white flared broek. En mijn enkellaar zit eronder. Heel simpel. Wij zijn ready. Het is echt zo donker buiten. Niet normaal. Het is niet eens 8 uur. Het is echt 7:30 nu. Pikdonker. Pikkadonker. Nee, is het pikdonker of pikkadonker? Zo zie je mijn outfit wat beter. Gewoon lekker relaxed. Oh, kijk hoe donker het is nu. Echt, het gaat zo snel nu. Ja. Het is vandaag een zondag. En dinsdag komt er weer een persconferentie. We zijn echt bang dat er een lockdown komt. Ik denk dat wij het dan sowieso rustig gaan krijgen. Tenminste, jij denk ik vooral. Want ik doe alles. Ik ga huilen. Ja, want ik doe alles heel veel vanuit huis. Maar zijn theater komt er natuurlijk aan. En aankomende week is eigenlijk echt zijn eerste try-out. Die overigens helemaal uitverkocht is in Arnhem. Dus we waren daar echt heel blij mee. Maar nu horen we van allerlei kanten dat dinsdag misschien een lockdown komt. Dus daar zijn wij ja een beetje heel teleurgesteld als dat echt doorgaat. Maar we hopen inshallah van niet. Ik hoop sowieso dat je op zijn minst één shop kan doen, weet je wel. Dat zou allemaal zo teleurstellend zijn als je gewoon echt niks kan doen. Maar ja, goed. We gaan nu naar de shop van Nasruddin. Die zal er ook niet zo blij mee zijn dan als het zo doorgaat. Maar ja, goed. Niet zoveel aan veranderen, alleen we balen er wel van als het echt doorgaat. Oh, we zijn er. Het is in Theaters uit Plein. Nieuwe vestiging, hè? Ja. Weet jullie trouwens dat wij vroeger op de Pleinweg hebben gewoond? Dat is gewoon hier letterlijk een straat verder. Bij Zuidplein. Dus ik ging altijd met de metro op Zuidplein. De Jutto. Dus het zijn wel echt memories, hè? Hier, kijk. Metrostation. Zuidplein. Leuk hoor. Het ziet er wel echt heel goed uit. Kijk een keer, guys. Kijk. Het ziet er echt heel mooi uit. Nou, guys, we zijn er. We hebben echt heel lekkere snacks. Ja. Dit is huisgemaakte. Laat het zien, jullie. Het is cassava chips. Huisgemaakte cassava chips. Echt zo lekker. Het maakt heel veel geluid als je het eet. We hebben Pringles en koekjes die nu op de grond zijn geflikkerd. No. We hebben niet eens kunnen proeven. Het ging helemaal mis. Maar ik moet ook wel zeggen, qua ruimte is het daar best wel krap, hè? Want je kan tegen de reling aan zaten. Ja, want je kan nergens zeg maar echt dat, zeg maar eerst behalve je drinken. Je drinken is helemaal naar achter. In ieder geval, het was shit qua eten en drinken. Maar ja, de show was leuk. We gaan nu weer naar huis. En ze moet nog iets doen op kantoor, dus we gaan daar even zo naartoe rijden. En ja, yeah, het is alweer fucking donker. Het lijkt wel 11 uur. Of zo? Ja, gaan we nog wat eten? Een jonger of zo? Ga je ze een snack of zo? Dat weet ik niet. Waarom zeg je dat? We hebben een geluidje opgenomen van Dino. Ze maakt een heel grappig geluidje. Laat eens horen. Dit is het originele geluid? Ja. En dat was toen ze sliep. Dat was het geluidje. En net hebben we dus aan zijn vriend opgestuurd, die producer is. En hij heeft gezegd van, ja, maak hier maar gewoon een beat van. En toen heb ik twee versies gekregen. Dinar wordt populair. Ik vind de eerste het leukste. Oh, yes. Oh, yes. Matching, matching. Oh, matching with the kids. Maar ik zweer, jullie lijken echt, die lijkt alsof jij een dienaartrui aan hebt. Oh. Zeg maar jouw witte dingen hier met haar witte buik.
precies hetzelfde. Een dikke dinari. Oh, yes. Waarom lijkt het zo vet? Oh. Ze lijkt zo vet. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Ja, ja, ja. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Huis. Heb je nog een leuk liedje? Even denken, hé. Que si, que no. Ik ben weer echt na een hele lange tijd weer op kantoor. Pluster? We moeten werken. Sorry, Nes, je moet even iets uitpinten. Ik moet even hier even stil zijn. Tot straks. Moet je stil zijn?